Wij zijn Tino en Angela, twee normale mensen die lange tijd in Dordrecht hebben gewoond. Ruim 7 jaar geleden gooiden we het roer om, verkochten al onze spullen en trekken sindsdien de wereld rond als Dutch Nomad koppel. In 2018 is onze dochter Filou geboren. En op een of andere manier is het ons gelukt om als nomadisch gezin de wereld te blijven ontdekken. Begin dit jaar vertrokken we met slechts een backpack en 2 rolkoffers naar Mexico. Vandaag start een nieuw avontuur. Europa ontdekken met onze nieuwe camper. En onderweg delen we met jou de mooie plekken waar we langskomen. We laten je zien waarom we zo genieten van deze manier van leven en hoe we deze herinneringen vasthouden. Filou zit ook lekker te smikkelen en die heeft lekker een luisterboekje op staan. Lekker eventjes rustig luisteren. Het is ook al tegen bedtijd. Dus ik denk dat ze zo meteen lekker gaat slapen. Even nog wat eten. Een lekker pita broodje. Heerlijk. Zes jaar geleden maakten wij deze foto hier. Ja, ik denk dat je het niet ziet, maar ik zal hem wel even in beeld brengen. Legendarische foto op de schommel hier in Nomaden. De schommel is er nog steeds, alleen de privacyregels zijn schijnbaar in Mexico ook wat strenger geworden. Dus we mogen niet met een professionele camera de foto maken. We mogen wel met de iPhone foto's maken. En ze hebben niks gezegd over een tripod, dus daar gaan we eens even wat mee doen. En deze maakt ook super goede foto's. Dus dat wordt denk ik de oplossing, gewoon met de iPhone een super toffe foto maken. Ja, een prachtige foto van een heerlijk moment. En we hebben in deze video een hele leuke actie. Want jij maakt namelijk kans op een kaart met deze foto. Die wij naar jou versturen met een persoonlijke boodschap. Dus wil je kans maken op zo'n leuke kaart uit Mexico? Laat dan een reactie achter onder deze video. En wie weet krijg je van ons wel een mooie kaart. En die fotokaart maken we dus met de app van CW. Heel eenvoudig. En in die app kan je allerlei fotoproducten maken. Kalenders, zelfs fotoalbums. Maar dus ook die aanzichtkaarten. En dat is superleuk. De foto die we gemaakt hebben op onze iPhone komt gelijk in die app naar boven. Je haalt die foto erbij. Opent de aanzichtkaarten app. Dat kan dubbel gevouwen zijn of gewoon een vlakke foto. En dan schrijf je de tekst erbij. Adres erop. En daarna zeg je send. En hij wordt, ik denk, vanuit Duitsland of vanuit Nederland rechtstreeks verstuurd. Dus je hebt ook niet te maken met hele lange verzendtijd. Je hebt hem waarschijnlijk komende week al in je brievenbus. En dan nu terug naar Mexico. Vandaag gaan we inpakken. Na 3 maanden Mexico gaan we terug naar Europa. Ja, en de taakverdeling is duidelijk. Ik maak koffie en doe dan de gear en Anne doet de kleding en alle andere dingen. Want anders wordt het echt een drama. Vanmiddag pak om 2 uur de bus en om 7:30 vliegen we vanavond. Dus best een relaxed dagje denk ik. Het is er helemaal klaar voor. Heb je alles al ingepakt? Waar gaan we naartoe? Nee. Ja. Oh, in je rugzak. Ja. En de bal ook, hè? Die ga je vasthouden. Het is mijn lievelingsbal. Vliegplein! Ja, is al helemaal klaar. Vliegplein, mama. Vliegplein, ja. Ja, dat is ook goed. Oh, dat is zwaar. Ja, dat is zwaar. Ja. Huisje. Ja. Mama, hier je tas. De tas? Oh ja, de tas met de tas met boodschappen nog. Oh, zo. Goed gezien, Filou. Voor in de bus. Ik krijg met nog wat eten. Waarom zag ik hem? Ja, jij ziet ze nog even goed. Ja. Wat? Misschien dat ik de volgende lift pak. Oh ja. Misschien makkelijker. Ja. Ja? Dat is wel erg vol. Nou, tot zo. Tot zo. Ja. Dames. Dag fietsje! Dag fietsje! Dag! Wat is dit voor jou? Dat heeft het ook papa. Ja. Dat is papa fiets. Dag papa echt
3:10 s'nachts. En Filou? Ja, dat is jetlag. Kom je er ook even bij? Autootje. Oude auto's laten zien, ja. Ja, we zijn bij opa en oma. En morgen gaan we de camper ophalen. Dus dat is superleuk. Maar ja, de jetlag heeft nogal wat invloed op Filou. Mooi autootje zeg. Dus ze werd net wakker en wilde nog even spelen. Maar je had ook al goed geslapen, hè. Dus ja, dat wisten we dat het erbij hoorde. Maar het is wel papa een beetje slaperig nog, hè. Ben je samen met opa? Ja. Oh, dat is gezellig. We gaan op elkaar passen, hè. Ja. Want wat gaan papa en mama doen dan? Camper ophalen. Ja. Nou, dikke knuffel. Tot straks, liefje. Oh, ik hou van jou. Tot straks. Heel veel plezier, hè. Heel veel plezier. Ja, straks liefje. Dit is echt een beauty. Kijk. Oh, kijk nou. Oh, ik ben gewoon verliefd. Ik heb gewoon kriebels in mijn buik. Hij is mooi. Hij is echt nog mooier dan ik had verwacht. Dankjewel. Ja, heel veel plezier ermee. Ja, super bedankt. En ja, we spreken elkaar hopelijk nog heel vaak op de manier. En als er iets is, dan staan we er altijd voor klaar. Ja, helemaal goed. Top. Ja, helemaal goed. Ja, nou, gaan we. Nou, helemaal goed. Eerste vertrek. Ja. Mag ik ook graag meegaan? We gaan. Heb je bij zonnebril? Oh, die zal ik nog even pakken. Dat is een voordeel. Ik kan zo naar achter lopen. Hopsa. Ja, we zijn aangekomen op de camping. De Houtwal in Paaslo. Ik was er nog nooit geweest. Had er ook nooit van gehoord. Maar hier zijn we dan. En ik ga even koffie zetten. Want ze hebben hier een fantastische plek waar ik kan koken en koffie zetten dus. Tossies maken ook. Onze eigen kopjes wel weer meegenomen uiteraard. Ja, en wij zijn dan van die tutjes die de koffie hier gaan maken en niet in de camper. Want ja, die weer zo lang mogelijk schoon en netjes houden natuurlijk. Maar ik ga eerst even water halen. En voor de koffie kan ik je gelijk laten zien wat voor fantastisch plekje dit is. Ik zeg, dat ziet er gezellig uit. En hier lopen dan nog alpaca's. Dus als je mij binnenkort in een wollen trui ziet lopen, dan weet je ook dat ik heb leren alpaca knippen. Dutch Nomad Koppel Camping Life. Oh, weer oude vertrouwde Perla Firenze koffie. Eigenlijk voor de, weet je dat ding? Eigenlijk voor de mokka maker, maar voor een filterkoffie prima. Koffie loopt. Even wachten hier. Heel de week die jetlag nog had en Filou had er ook last van. Dus die was gewoon doodleuk 3:00 s'nachts klaar wakker. En ja, ik moet zeggen, het was best pittig. Morgen zijn we dan ook een week weer onderweg. Ja, eigenlijk nee, bijna een week terug uit Mexico. Ja, een heel andere omgeving. Een andere setting, maar super lekker. Een totaal ander leven. Dus ja, een nieuwe start. Ik ga niet zo lang kletsen totdat de koffie klaar is. Ik knip het er gewoon uit en dan zie je zo dat de koffie klaar is. Ook lekker. Ja, liefie. Kijk eens wat ik voor je heb. Wat heb je voor mij? Is die voor mij? Oh, wat lief, dankjewel. Die is prachtig, zeg. Je hebt nog meer gehaald. Wauw, wat een mooie bloemen. Vind je ze mooi? Ik vind ze prachtig. Oh, ze ruiken ook zo lekker. Had je er al aan geroken ook? Ja, ze zijn mooi, hè? Nou, dat is het ritueel van de ochtend, hè? Ja. Een bed weer opmaken. Bed weer opmaken. Of ja, nee, de bank opmaken. De bank, ja. Ja. Dat maar zo gedaan. Ja, precies. Even op de stoel.
papa-fiets? Ja. Maar dat is net nieuw. Wat zou gebeuren als ze tegenaan rijden? Dan gaat hij toch kapot en dat wil ik niet. Nee, maar dat gebeurt ook niet, lieverd. We zijn wel voorzichtig. Hopperoef is open. Oké. En die gaan we nu dicht doen. Yes. Close. Daar gaat hij. Hoe is het met onze lieve Filou daar achterin? Gaat het goed, liefie? Filou heeft er ook zin in. Ja, lekker hè? Gaan we lekker fietsen? Lekker! Ja, hè? En we zijn dus onderweg naar Giethoorn en het Venetië van het Noorden. Terwijl in Dordrecht zeiden ze, wij zijn het Venetië van het Noorden. Dat is omdat er wat grachtjes zijn. Maar dit schijnt echt het Venetië van het Noorden te zijn. Maar ik ben er dus nog nooit geweest. Terwijl het natuurlijk wel echt wereldberoemd is. Dus ik ben benieuwd. Giethoorn. Jij bent er wel eens geweest, hè? Ja, ik ben er wel eens geweest. En? Hartstikke mooi. Het is net een museum, vind ik. Waar je doorheen, toen gingen we varen. Ja. Maar, en het is ook wel een beetje toeristisch, hoor. Dat wel. Maar ik weet niet hoe dat nu is. Nee, toen was ik er nog niet. Toen was jij er nog niet. Toen was jij er nog niet, hè? Ben jij wel eens in Giethoorn geweest, Filou? Nee. Nee, ben je benieuwd? Ja, hè? Waar? Ja, en waar zijn we nu? Hier. En waar gaan we heen? Naar... Welk plaatsje? De camping. Ja. Dat is dit plaatsje. Ja, we fietsen nu door Kalenberg, midden in de Weerribben. En nou, er is één weggetje waar je met de auto naartoe kan, maar verder moeten mensen allemaal met een bolderkar hun spullen, boodschappen zo naar hun huisje brengen. Zeker de mensen hier aan de vaart, noem ik het maar even, aan het water. Midden tussen de rietvelden zo. Heel leuk. Nou, pareltje zeggen we dan, hè. Ja, je bent mooi verkleed. Prachtig. Ik ga niet naar alleen een meisje. Ik wil meedoen. Hij is wel een mooi vliegtuig, zeg. Past mooi bij je jurk. Hij is ook paars. Nee, groen. Moet je hem zo vasthouden? Ja. En dan? En dan gooien. Nou, we zijn onderweg. We gaan lekker hamburgers eten met vlees van de keurslager of vegetarisch, kon je kiezen. Dus nou, we hebben één vegetarisch en twee met gewoon vlees. Dus we zijn heel benieuwd naar de lekkere hamburgers. En het is feest, want iedereen van de camping doet mee. Dus het is, nou, het was gewoon super gezellig. En ja, na zoveel tijd met elkaar op de camping hier te vertoeven, ja, dat schept gewoon ook een band. Dus dat wordt gezellig. Dat is wel lekker, want nu was het zelf. Dus Nou, bijna! De eerste vijf zijn bijna klaar. Ja, dat was onze reis van Mexico terug naar Europa, terug naar Nederland, waar we onze camper hebben opgehaald. En daarmee start er een nieuw avontuur. Nederland ontdekken, Europa ontdekken, maar vooral ontdekken hoe het is om te leven, te reizen met een camper. Maar dat zie je in de komende video's. Ja, mocht je nou de video's gemist hebben van Mexico, die kun je terugkijken via de playlist. Klik op deze link en nou ja, veel plezier met kijken en tot de volgende video. Tot de volgende video. Doeg! Doeg.